We zijn hier achter de molen in Zundert. En wat is hier aan de hand, mini-Europa-run hebben gezien? Ja, zeker. U bent vandaag aanwezig bij de mini-Europa-run. Die georganiseerd wordt door Running Team Zundert. En Running Team Zundert is namelijk een van de vele teams die meedoen aan de grote Europa-run. Die altijd met Pinksteren gehouden gaat worden. Vandaag heel veel teams om het goede doel te steunen. Vandaag hebben we een bedrijven, een kinder- en een verenigingenloop. En al die mensen brengen geld in voor het goede doel. Hoeveel teams heb je nu? Of, Nou ja, goed. Jullie zijn nu aanwezig bij de bedrijvenloop. En we hebben nu 25 teams die hebben ingeschreven. Die betalen natuurlijk allemaal een bepaald bedrag. En dat gaat allemaal naar het goede doel. Ja, en die mini Europa-run, heb ik gehoord, is in estafette vorm dus, hè? Ja, inderdaad. En dat is 5 keer 2 kilometer? Ja, u bent goed op de hoogte. Je mag minimaal met 2 mensen meedoen als team zijnde. En maximaal als 5. En het rondje is 2 kilometer. Een kleine nabootsing van de grote Europa-run. Want met Pinksteren proberen wij ook dezelfde volgorde te handhaven. De grote Europa-run, hè? Hoe lang is die? Ja, de grote Europa-run gaat van Parijs naar de Coolsingel in Rotterdam en die is 530 kilometer. En dat trekken we ongeveer altijd rond de 40 uur vooruit. En dat gaat dag en nacht door, want het is namelijk een estafette vorm. Ja, ja. Dus we hebben geweldig weer en het is, ik hoor de muziek spelen op de achtergrond. Het is een goede sfeer hier zo. Ja, laten we eerlijk wezen, dat doen we het natuurlijk ook voor. We hebben de laatste weken natuurlijk goede weersvoorspellingen in de gaten gehouden. En dit weer, ja, daar kun je alleen maar van dromen. We hebben deze mini-Europa-run die we nou voor het 10e jaar organiseren. Ja, goed, die staat bij ons onderhand dik op de kalender. En wij mogen natuurlijk als prijzen dat er heel veel mensen de weg weten te vinden hier naar het sportpark van DEA. Ja, en ik zie ook, ja, het zijn alle leeftijden, hè? Jong en oud. Ja, het is natuurlijk, wij gaan natuurlijk, Europa-run staat voor de ziekte kanker. En hier mag je heel snel lopen, maar hier mag je ook een rondje lopen met iets in je gedachten. Dus een doel wat erachter zit, is ook heel fijn hier.